Yo, kijkers van de maand, welkom en leuk dat jullie kijken naar de allerlaatste video van Pennenweek 3.0. Ik heb voor deze video gewoon random een comment uit de video's gepakt en die heb ik een banner gegeven. En daaruit kwam rollen Rowie Games, een meisje met een gamekanaal, wat sowieso altijd wel wat vets is. Dat is iets wat je niet zo heel vaak ziet, lekker origineel. En Rowie had ik even contact mee opgenomen en ze wou een aantal dingen in haar banner teruggekomen. Ze had een foto van zichzelf die ik nu hier aan het uitknippen helemaal ben met de pen toe. En daarna ging ik nog wat levels aanpassen. Ook wel hield ze heel erg van bloemen, dus die bloemen had ik als achtergrond gedaan. Een vette foto had ik gevonden van dat je iemand een bloem van onder genomen en dan zag je zo ook nog de zon in de wolken en dat zag er heel vet uit. Toen ben ik verder gegaan met de tekst. Ze hield wel van een bepaald type dat ik ook in had verwerkt. En toen begon het knipwerk, want wat zij namelijk erbij wou, had een lopende serie van Rollercoaster, een lopende serie van Sims en een lopende serie van Minecraft. En zij wou dus die drie elementen in haar banner worden verwerkt laten worden, zodat als mensen op haar kanaal komen, het gelijk kunnen zien van oké, dit is wat zij doet en dit is wat ik op het kanaal kan verwachten. Maar dat was een ongelooflijk rot knipwerk, want ik had een heel priegelplaatje gevonden die ik heel vet vond en echt in wou hebben. Maar ja, dan moet je dus wel heel veel knippen en dan moet je het allemaal even voor over hebben. Al die kleine gaatjes ook meenemen, maar uiteindelijk was het toch gelukt. Een beetje op de juiste positie gezet, nog een beetje een beetje vervaagd, zodat het wel netjes eruit ziet en realistisch. Ja, toen ging ik dus verder met de andere personages. Ik had een Sims poppetje gevonden, die heb ik erin geplakt en ook uitgeknipt. Dat ging wat makkelijker. En uiteindelijk had ze ook nog een site gegeven van dat je Minecraft skin daar kon uploaden. En daar kon je Minecraft skin op een bepaalde positie zetten, zoals jij het wil. En dan kon je hem dus zo opslaan en in je banner gebruiken. Uiteindelijk had ik nog een light leak eroverheen gegooid. En ben ik op een heel vet eindresultaat gekomen. Vond je het nou ook een vette video? Doe dan absoluut een duimpje omhoog. Heb je nou deze bannerweek geen banner gekregen? Niet getreurd, daar komt er vast nog eentje. Dus blijf abonneren, deel het met je vrienden en dan zie ik jullie de volgende keer. Ciao!